The subject of today's session is an admittedly difficult passage in the Torah, in the Bible, focusing upon Numbers chapter 16. Ja, het onderwerp van vanavond is een wat lastig onderwerp in de Bijbel. En, onze focus vanavond ligt op Numeri 16. Indeed, what makes the passage so difficult is not merely the complexities of it, but also that it is a very painful episode in the history of Israel. En de moeilijkheid van het stuk zit niet alleen in de complexiteit, maar ook omdat het toch wat pijnlijk onderwerp is in de geschiedenis van Israël. Let's begin with a brief review, although I'm sure the subject is familiar to everyone, because I think there are certain points of note to which we should pay attention in appreciating not only why this episode is painful, but also why it is indeed complex. Ja, laten we beginnen met een soort voorbeschouwing en dan gaan we dan kijken waarom de tekst wat pijnlijk is en waarom het ook complex is. So we begin at the beginning of chapter 16. Now Korach, the son of Yitzhar, the son of Kehath, the son of Levi, with Datan and Abiram, and the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuven, took men, because we read in verse 2, they rose up in face of Moses with certain of the children of Israel, 250 men. En de Leviet Korach, de zoon van Yishar, de zoon van Kehat, en de Rubenieten Datan en Abiram, de zonen van Eliab en On, de zoon van Pelet, kwamen tegen Mozes in opstand. Zo werden ze gesteund door 250 leiders van de Israëlieten, achtenswaardige mannen, de aanzienlijkste van de gemeenschap. Now we see also in verse 2, these weren't any old rebels. They were princes of the congregation, the elect men of the assembly, men of renown. Ja, zoals we lezen in vers 2, hè, dat waren dus niet zomaar een paar oude mannen, maar het waren echt leiders en hele belangrijke, achtenswaardige mannen. And rising up against Moses and Aaron, this is their claim, as we read in verse 3. You take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and God is among them. So why then are you lifting yourselves above the assembly of God? Ja, en ze stelden zich tegenover Mozes en Aaron op en zeiden tegen hen, u matigt u te veel aan. Alle leden van de gemeenschap zijn heilig en de Heer is in hun midden. Waarom voelt u zich dan zo boven de gemeenschap van de Heer verheven? And in the verses that follow, we read of Moses' response. En in de versen die volgen, lezen we de reactie van Moses. Now, in verse 4, we read simply, when Moses heard it, he fell upon his face. In vers 4 lezen we eigenlijk heel simpel, bij het horen van deze woorden wierp Mozes zich ter aarde. And the truth is, we don't know what he was doing then. En ja, eerlijk gezegd weten we niet precies wat hij toen deed. Was he praying for Israel? Was he praying for guidance to know how to handle this situation? Ging hij bidden voor Israël? Of ging hij bidden om leiding? Hoe hij met deze situatie zou moeten omgaan? We also don't know if what follows was a message that God explicitly gave him by prophecy as to how to respond to this rebellion, or it's something that he reached through self-contemplation and given his faithfulness to God, he knew this was the course that God was instructing. En wat we ook niet precies weten is
ja, het volgende, of hij eigenlijk een soort openbaring van God kreeg, of de woorden van God afkwamen, zeg maar. Of dat hij, doordat hij dit bij zichzelf bedacht, dat en aan zijn toewijding naar God toe, dat hij dit dus zelf met deze weg kwam. Either way, as we continue with verse 5, he spoke to Korach and all of his company, saying, in the morning, God will show who are his and who is holy, and will cause him, that is, the one who is chosen by God, to come near unto him, even him whom he may choose, will he cause to come near unto him. En nou, we lezen daarna. Daarna zei hij tegen Korach en zijn aanhang, morgen zal de Heer bekendmaken wie hem toebehoort, wie heilig is en wie in zijn nabijheid mag verkeren. Wie hij zal uitkiezen, mag in zijn nabijheid komen. Now what's going to happen in the morning? That we read in the following verses. In verse 6, this do, take you censers, that is the incense censers, Korach and all his company. En dus wat er gebeurt, lezen we dus nu. Luister wat u moet doen, Korach, u en u, zijn aanhangers ook. Neem morgen allemaal een vuurbak. And verse 7, put fire therein, put incense upon them before God tomorrow, and it shall be that the man whom God chooses, he shall be holy. You take too much upon you, you sons of Levi. Doe er gloeiende kolen in en leg daar reukwerk op voor de Heer. Degene die dan door de Heer wordt uitgekozen, die is heilig. U matigt u te veel aan, Levieten. Now, this is one of what are really two separate responses that we see by Moses. We continue in the later part of the chapter in seeing the other response. Dit is eigenlijk de eerste reactie van Mozes. En we gaan nu wat verderop in het hoofdstuk. Een beetje aan het einde van het hoofdstuk. Daar lezen we eigenlijk de andere reactie van Mozes. Now, this other reaction we see explicitly is by God's instruction in verses 23 and 24. En de andere reactie is expliciet bij Gods instructies. God says to tell the congregation to get up from about the dwelling of Korach, Datan and Abiram. En God zegt tegen Mozes, draag allen op om bij de tenten van Korach, Datan en Abiram weg te gaan. And this he tells them in verse 26. En dit vertelt hij ze in vers 26. In verse 27, indeed, the congregation gets away from the dwellings of Korach, Datan en Abiram. In vers 27 gaat iedereen inderdaad weg van de tenten van Korach, Datan en Abiram. And in verse 28, we see what Moses warns is going to happen. En in vers 28 zien we dan waarvoor Mozes waarschuwt dat dat gaat gebeuren. And Moses said, hereby you shall know that God has sent me to do all these works, and that I have not done them of my own mind. Vers 28. Mozes zei, nu zult u inzien dat het de Heer is die mij gezonden heeft om alles te doen wat ik heb gedaan, en dat het niet uit mijzelf is voortgekomen. In verse 29, if these men die the common death of all men, and be visited after the visitation of all men, then God has not sent me. Vers 29, sterven deze mensen op de manier waarop iedereen sterft, treft hen hetzelfde lot als iedereen, dan heeft de Heer mij niet gezonden. Verse 30, but if God makes a new thing, and the ground opens her mouth and swallows them up with all that appertain to them, and they go down alive into the grave, then you shall understand that these men have provoked God. Maar
Als de Heer iets laat gebeuren dat nog nooit gebeurd is, als de aarde haar mond opensperrt en hen met al hun bezittingen opslokt, en zij levend in het dodenrijk zullen afdalen, dan zult u inzien dat die mannen de Heer hebben afgewezen. Now, before we continue with what actually happens, we should consider these two distinct responses of Moses. Voordat we dus verder gaan met wat er gebeurt, zouden we even kunnen nadenken over de twee verschillende wegen, zeg maar, de twee verschillende dingen die Mozes zegt. There is what we could describe as the incense showdown that's going to take place in the morning with everyone attempting to bring incense before God. That's the first response. Ja, we kunnen dus zeggen van de eerste reactie is dus de reactie waarop de mensen met de reukwaar, met de kruiden, zeg maar, naar voren komen. And the second is what we just read about the earth opening up her mouth and swallowing all of those who have provoked, have despised God. Ja, en de tweede is dus dat de aarde zich openmaakt, zeg maar, en iedereen daarin wordt verzwolgen, weggaat. Why the two distinct responses? En waarom deze twee verschillende reacties? Well, when we consider what was the impetus for the rebellion, there were really two separate attacks that both need responses. Ja, en als we dus herinneren, waren er eigenlijk twee aparte aanvallen. En die vereisen dus eigenlijk ook twee aparte reacties. One was the challenge with respect to the priesthood of Aaron. En de eerste was eigenlijk met de uitdaging naar het priester zijn van Aaron. Either on the level that we don't need a priest altogether, or on the level that he shouldn't be the one, we can be the priest instead. And everyone is challenged to bring the incense before God. Ja, dus dat er of geen priester nodig is, of dat iedereen als het ware priester zou zijn, en iedereen dus zijn reukwaar voor God kan brengen. The second challenge, which based upon the responses of Datan and Aviram, seems to have been the principal attack that they were launching, was a much more fundamental challenge. It was a challenge to the entire authority of Moses as speaking in the name of God. Ja, en de tweede uitdaging, dat was eigenlijk meer naar de woorden van Datan en Abiram, was de uitdaging eigenlijk rechtstreeks naar Mozes toe, waar die eigenlijk uitgedaagd wordt of hij wel van God gezonden is, om het zo maar te zeggen. In that vein, when Moses in verse 29 says, if these men die the common death of all men and be visited after the visitation of all men, then God has not sent me. It's not merely talking about God hasn't sent me to appoint Aaron as the high priest or make the other appointments. It's then your claim that God hasn't sent me, that I am operating autonomously, that I am operating independently, will have been vindicated. Ja, dus I'm sorry, I hear myself two times now. Yeah, there's something of an echo. How can I... In vers 29 gaat het dus over meer over de aanval op God dus eigenlijk Mozes heeft gestuurd. En niet alleen in dat moment, maar eigenlijk de hele missie. Het is ook... daar wordt dan ook bij gezegd, als deze mensen dus een normale dood zouden sterven, dan zou Mozes eigenlijk op zichzelf opereren. En dus eigenlijk met daar de keuze dat dus of Mozes op zichzelf opereert, of dus daadwerkelijk dat God hem gezonden heeft. So of course, what happens, as we read in the continuation of the chapter, beginning in verse 31. It came to pass, as he made an end of speaking all these words, that the ground did cleave asunder that was under them, that was under Datan and Aviram and Korach.
Ja, wat er verder gebeurt lezen we dus in vers 31. Nauwelijks was hij uitgesproken of de grond onder hun voeten spleet open. En de aarde opende haar mond en slokte hem op. The earth opened her mouth and swallowed them up and their households and all the men that pertained unto Korach and all their goods. Ja, de aarde opende haar mond en slokte hen op met hun families, alle mensen van Korach en alles wat ze bezaten. So they and all that appertained to them went down alive into the grave, and the earth closed upon them, and they were lost from among the assembly. Zo daalden zij met allen die bij hen hoorden levend in het dodenrijk af. De aarde sloot zich boven hen, en zij waren uit de gemeenschap verdwenen. And skipping to verse 35, with respect to the incense showdown, and fire went forth from God and devoured the 250 men that offered the incense. En toen kwam er een felle vlam uit het heiligdom die de 250 mannen die het reukwerk geofferd hadden dodelijk trof. And the rebellion, at least for now, is over. Ja, en de rebellie is dus over voor nu. But of course, inevitably, we need to understand what's taking place here on a more substantive plane. In particular, understanding why these particular responses were appropriate with respect to the two challenges that the rebellion represented. Ja, we willen dus eigenlijk weten en ook eigenlijk een dieper op ingaan hoe deze twee reacties eigenlijk zo nauwkeurig zeg maar het antwoord waren op de twee uitdagingen die er waren. And I think we can readily appreciate that the incense showdown can be seen as a kind of repeat, if you will, of something that we discussed some time ago in Leviticus. Also pertaining to the incense and pertaining to a very similar divine response. And that was what happened to Nadab and Abihu. En het reukwerkgebeurtenis zou je dus eigenlijk een beetje een gelijkenis kunnen trekken met wat we een tijd geleden min of meer een beetje hebben behandeld. En dat staat dan in Leviticus 10, wat er gebeurde met Nadab en Abihu. Now, it would seem that in terms of the chronology of what's taking place in the wilderness, although the timing of the rebellion of Korach is not explicitly given in the chronology of the wilderness, that this probably happened just a matter of months before this rebellion. De chronologie is niet helemaal duidelijk ook, maar het lijkt erop dus dat de gebeurtenis een paar maanden daarvoor deze gebeurtenis was. So this was very fresh in everyone's minds. Het was dus nog aardig vers in het geheugen van iedereen. In Leviticus chapter 10, verse 1, recall, Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took each one of them his censer, and put fire therein, and laid incense thereon, and offered strange fire before God, which he had not commanded them. Aaron's zonen, Nadab en Abihu, deden gloeiende kolen in een vuurbak en legden er reukwerk op, maar het was verkeerd vuur dat ze de Heer wilden aanbieden. Vuur dat niet voldeed aan de voorschriften van de Heer. And note the similarity to what we read in Numbers chapter 16, verse 35, where a fire went forth from God and devoured the 250 men. Well, in Leviticus chapter 10, verse 2, and there went forth fire from before God and devoured them, and they died before God. En in vers 2 lezen we eigenlijk hetzelfde als wat we net lazen in vers 35. En vers 2 lezen we: een felle vlam kwam uit het heiligdom en verteerde hen, zodat zij daar in de nabijheid van de Heer stierven. So, while of course Moses doesn't explicitly state that he is giving warning to the 250 men with respect to the dire consequences of what they're about to do, this is a very transparent memory, deliberately transparent
Moses really is forewarning them. Remember what happened to Nadav and Abihu? Okay, you want to challenge Moses' appointing Aaron as high priest by God's command, you're putting yourselves in the same category as Nadav and Abihu. And the consequences will be lethal. Ja, Mozes die zegt het is niet heel erg letterlijk, maar Mozes waarschuwt de opstandelingen dus wel degelijk. Ook omdat dit nog vers in het geheugen staat. En zegt dus eigenlijk als je dus eigenlijk twijfelt aan het priesterschap van Aaron, dat het eigenlijk een beetje de gevolgen ook dodelijk kunnen zijn. Net zoals hier dus in Leviticus 10 vers 2 gebeurt. So of course, the appropriateness of this challenge, this contest, and this punishment is something very well established by precedent in the story of Nadav and Abihu. What happens when one attempts to force one's way, as it were, into serving in the tabernacle, serving in the sanctuary, in a manner that God did not explicitly command. Ja, en dus we lezen dus dat het heel belangrijk is. En ook dat mensen dus zeg maar op de juiste manier God dienen, zeg maar, in de tempel. En het niet doen op een manier die God dus niet heeft verteld. Omdat dus eigenlijk de reactie in de woestijn dus heel erg gepast is eigenlijk. Of course, we discussed the story of Nadav and Abihu at much, much greater length separately when we talked about Leviticus chapters 9 and 10. We're not going to review that right now. This is with respect to, again, the first challenge and the first response. Ja, we hebben de hoofdstuk 9 en 10 van Leviticus eerder uitvoerig besproken. Dat gaan we nu niet doen. Maar dit is om te laten zien de uitdaging en het gevolg daarvan op de eerste uitdaging eigenlijk. So for this first response and punishment, there was explicit precedent with Nadav and Abihu. Ja, dus de eerste reactie, een straf, die was dus eigenlijk al ook een keer eerder gebeurd bij Nadav en Abihu. There is no precedent with respect to the earth opening its mouth. Maar dat de aarde zich opende, dat was nog niet eerder gebeurd. Of course, it's not a question with respect to Moses forewarning them, because he forewarns them explicitly and publicly before the entire assembly. Ja, en het was dus niet dat Moses ze niet waarschuwde, want dat deed hij expliciet en ook voor de hele gemeenschap. But while we can't invoke precedent in understanding the nature of this punishment, we can invoke at least another apparent illustration of the same principle. Ja, wat we dus niet helemaal kunnen doorgronden is de wijze van de straf, maar wel een soort gelijkenis kunnen we wel erbij halen. We have on more than one occasion returned to this chapter in the second book of Chronicles, chapter 26, the story of King Uzziah, king of Judah. Ja, we gaan kijken in Chronieken 2, hoofdstuk 26. Het gaat over koning Uzziah. Specifically, the story of his rise and his tragic fall. Ja, en het verhaal gaat over zijn opkomst en zijn tragische neergang. On the one hand, he reigned for 52 years. And in particular, as we read in verse 5, he set himself to seek God in the days of Zechariah, who had understanding and the vision of God. And as long as he sought God, God made him prosper. We lezen in vers 5, dus hij regeerde 52 jaar. En zolang Zechariah leefde, die hem had geleerd in ontzag te leven voor God, legde hij zich erop toe zich naar God te richten.
En zolang hij zich naar de Heer richtte, liet God hem slagen in alles wat hij ondernam. And what follows this verse is a long sequence of 10 verses describing his phenomenal exploits and his prodigious successes. En we lezen hierna dus eigenlijk een uitleg van 10 versen over ja, hoe goed hij dat eigenlijk deed. En zijn fenomenale toewijdingen, zeg maar. I'm skipping them because our attention focuses specifically on what happens from verse 16 and on. Dat slaan we over, want wij richten onze aandacht voornamelijk op wat er gebeurt vanaf vers 16 en daarna. But when he was strong, his heart was lifted up so that he did corruptly, and he trespassed against God his Lord, for he came into the temple of God to burn incense upon the altar of incense. Vers 16, maar Amasja viel hem in de rede. Hebben wij dus soms al als raadgever van de koning aangezwijgd? I'm sorry, I think I have the wrong verse. Chapter 26, verse 16 in the second book of Chronicles. Verse 16. Maar toen Uzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig en dat leidde tot zijn ondergang. Hij overtrad het gebod van de Heer, zijn God, door de tempel van de Heer binnen te gaan om daar zelf een reukoffer aan te brengen op het reukofferaltaar. En Azaria, the priest, he was the chief priest, as we see in verse 20, came in after him, and with him 80 priests of God who were valiant men. 17. De hoge priester Azaria kwam hem met nog 80 andere priesters van de Heer achterna. Alle vooraanstaande mannen. And they say to him, it pertains not unto you, Uzziah, to burn incense unto God, but to the priests, the sons of Aaron, that are consecrated, it pertains to burn incense. Go away, go out of the sanctuary, for you have trespassed. Neither shall it be for your honor from God the Lord. Zij sneden koning Uzziah de pas af en zeiden, het is niet aan u, Uzziah, om reukoffers te brengen voor de Heer. Dat is voorbehouden aan de priesters, de afstammelingen van Aaron. Zij zijn geheiligd om reukoffers te brengen. Verlaat het heiligdom. U bent in overtreding. Dit zal u bij de Heer niet tot eer strekken. In verse 19, Uzziah was wroth, and he had a censer in his hand to burn incense. And while he was wroth with the priests, the English translation reads the leprosy. Leprosy is, I think, a poor translation of the Hebrew tzaraath, which is indeed a skin affliction, but it's not simply some kind of biological pathology. And it causes utmost spiritual, ritual defilement. The tzaraath broke forth in his forehead before the priests in the house of God beside the altar of incense. Ja, vers 19. Uzia ontstak in woede. En terwijl hij de schaal met reukoffers met reukwerk in zijn hand tegen de priester tekeer ging, verscheen daar ten overstaan van de priester in de tempel van de Heer bij het reukofferaltaar plotseling uitslag op zijn voorhoofd. En uitslag is armoedig, een beetje armoedig vertaald vanuit het Hebreeuws woord zarah. Dus niet alleen maar een fysieke uitslag, maar ook een soort geestes, ook van binnen. Ja. And of course we read in verse 20, the priests see that he is stricken with tzaraath and they chase him out, and he himself realizes he had to make haste to leave because God had stricken him. In vers 20, toen de hoge priester Azaria en andere priesters hem recht aankeken en vaststelden dat zijn voorhoofd door huidverraad was aangetast, joegen ze hem onmiddellijk de tempel uit. Hij maakte zelf ook haast, want de Heer had hem getroffen. This story has no happy ending. Uzziah is stricken with tzaraath from then until the day of his death. Ja, en dit verhaal heeft geen leuk einde, want hij stierf aan. Hij bleef dit houden tot aan de dag dat hij stierf. Now, while undoubtedly you note that there is a very keen
similarity between this story and what we read about both Nadav and Avihu and the 250 rebels against Moses, and that is attempting to bring incense upon the incense altar when God did not command it and did not allow it. That's obviously something that this has in common with those stories as well. Ja, en we lezen dus hier ook, ja, we zien dus gelijkenissen, zeg maar, tussen deze en de andere offers die eigenlijk tegen de geboden van de Heer werden gebracht. En ook de gelijkenissen, ja, de gelijkenissen in de andere uitdagingen, zeg maar, die zien we dus ook daar ook terug. Uitwerkingen zijn anders. You're still undoubtedly wondering, what does this have to do with the punishment of Datan and Aviram, the earth, swallowing them up? En wat heeft dat dan te doen met de straf van Datan en Aviram, met dat de aarde zich opent? And the truth is that in the Bible we don't have an explicit answer to this question, although we have discussed the tradition that we have on this subject on, I think, more than one previous occasion. In de Bijbel hebben we geen expliciet uitleg van deze gebeurtenis, maar wel in de traditie hebben we wel een uitleg daarover. Indeed, it is at the very least hinted at in the words of two prophets, and possibly we could say three. Maar we hebben in ieder geval de woorden van twee profeten en misschien drie. In the first verse of the prophecy of Amos, we read that Amos is prophesying in the days of Uzziah, king of Judah. And there's an additional designation here, besides the other king in whose days he prophesied, and that is that this was 2 years before the earthquake. In the begin van Amos lezen we dat Amos profeteerde in de dagen van Uzziah. En ook dus dat hij dat telde 2 jaar voor de aardbeving. Now, the very fact that in the eternal words of Scripture we find one particular event, and only one, labeled the earthquake, may well hint at its severity. En eigenlijk het feit dat we dus in de eeuwige woorden van de profeten lezen, dat er specifiek eigenlijk wordt gesproken over de aardbeving, zou het dus een hint kunnen zijn naar die gebeurtenis. But arguably we have an even stronger testimony with respect to its severity in the last chapter of Zechariah. We hebben nog een wat sterker aanwijzing die in die richting blijft, in Zechariah. Specifically, in the last chapter, chapter 14 of Zechariah, we read of the final battle of the nations against God to be fought here in Jerusalem. En specifiek lezen we dan in het laatste hoofdstuk van Zechariah over de laatste oorlog die zal gebeuren in Israël. And then, in verse 3, God goes forth and fights against those nations. Daarna, in vers 3, daarna zal de Heer uittrekken en de strijd tegen die volken aanbinden, net als weleer. And what we read in verse 4, besides the clear anthropomorphic description of God, is an extraordinary geological cataclysm. The Mount of Olives splits in half. Ja, hier lezen we dus een uitzonderlijk geografische gebeurtenis, dat namelijk de Olijfberg in twee is splijt. And verse 5, this is our focus. You shall flee like you fled from before the earthquake in the days of Uzziah, king of Judah. En in vers 5, daar zit onze focus. Jullie zullen wegvluchten, het dal in, tussen die twee bergketens zullen jullie rijken,
zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzia regeerde over Juda. If you ask me why this verse is such a strong testimony to the severity of that earthquake, I'll note that Zechariah is a prophet in the Second Temple period, over two centuries after the reign of King Uzziah. Ja, en Zechariah is dus een profeet uit de Tweede Tempelperiode, twee eeuwen later dan de gebeurtenissen waar we het net over hadden. En ja, dus waarom legt hij zoveel gewicht daarin? Over two centuries later, people still, despite the intervening exile, had such an indelible memory of that earthquake, they knew exactly what he meant. Dus twee eeuwen later hadden de mensen nog steeds, ondanks de, dat ze weg moesten, hadden ze de verdrijvingen, hadden ze nog steeds in hun geheugen staan, dus 200 jaar later, over die aardbeving. Well, so far we can establish that there was indeed an earthquake in the days of King Uzziah. Dus we kunnen dus echt vaststellen dat er een aardbeving was in de dagen van koning Uzziah. The next stage, admittedly, is not explicit in scripture, but that is the tradition, the ancient tradition, that the earthquake happened precisely when Uzziah attempted to offer incense upon the incense altar in the Holy Temple. En dan hebben we nog ook de traditie. En onze traditie vertelt dus over dat, ja, dat het precies op dat moment gebeurde, de aardbeving. Dat Uzziah dat reukoffer bracht in de tempel. Again, this is not explicit, but by tradition is indeed to this that the prophet Isaiah alludes at the beginning of chapter 6. En dat is dus niet specifiek in de Bijbel, maar het is ook dus in de traditie dat Jesaja dus hierop schrijft. When at the beginning of the chapter he says, in the year that King Uzziah died, it is by our tradition an allusion not to his actual physical death, but when he lost his kingship and everything else by being smitten with Tzarath as a result of his attempt to offer incense upon the incense altar. Dus, en het gaat over de eerste vers is in het jaar dat Uzziah dus stierf, was het niet het letterlijke sterven van Uzziah, maar dat, het dus, dat hij dus daar gestraft werd door God toen hij het reukwaar bracht in de tempel. And at that moment, so in our tradition, the prophet Isaiah was inside the temple, a witness to what was taking place. Volgens onze traditie was dus Jesaja aanwezig in de tempel en getuigde dus van wat er gebeurde. He has a vision of God in which God's train filled the temple because he saw the temple. He was there. Hij had dus een visioen en hij was dus in de tempel en hij zag het gebeuren. And it is as a heavenly response to Uzziah's trespass that in verse 3 the seraphim call out one to another, "Holy, holy, holy is the God of hosts. The whole earth is full of his glory." And I'm sorry, can you please repeat the last sentence? In response to Uzziah's trespass, when he enters the temple to bring incense upon the incense altar, the seraphim call out one to another, "Holy, holy, holy is the God of hosts. The whole earth is full of his glory." In zijn visioen, zeg maar, op het moment dat dus het reukwaar werd gebracht in de tempel, zag hij dus dat de seraphim uitriep en holy, 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 dus heilig, heilig, heilig is God, de Heer der Heren.
And in verse 4, we read of the earth's response to this call. En in vers 4 lezen we dus hoe de aarde eigenlijk reageert op deze gebeurtenis. When Isaiah writes, the posts of the door were moved. They shook at the voice of them that called, and the house was filled with smoke. By our tradition, what he's describing is the earthquake. Dus wat we lezen is, de deurposten werden heen en weer geschud. En op het moment dat dus die stem dat zei, en het huis was gevuld met rook. Dus hij beschrijft hier dat dus eigenlijk die aardbeving. The doorposts shook. I don't know if the house was filled with smoke because the altar of incense shook and a plume of smoke rose up from upon the altar, or maybe the plaster was falling off of the ceiling and the walls and it looked like smoke, but this was the earthquake. Ja, en omdat de deurposten zo schudden en misschien dus ook wel het altaar met de reukwaren door elkaar werden geschud en zo een rookwolk maakten, of dat het, het pleisterwerk als het ware van de muur afviel, dat kunnen we niet precies zeggen, maar het gaat dus hier over de aardbeving. What's the connection to Uzziah's trespass? En wat is het verband tussen de overtreding van Uzziah? He wanted to bring incense upon the incense altar, but that's a job not for kings, but for priests. Ja, hij wou dus een reukwaar brengen op het reukwaaroffer altaar, en dat is dus niet voor koningen, maar dat is voor priesters. He was doing something that was a defiance of the order, the system that God set up for the Holy Temple. En hij deed dus iets wat dus inging tegen het systeem wat God had opgezet. Het systeem wat dus voor de tempel was God. So the order of the whole world was upset. The world quaked in response. Dus de order, de organisatie van de hele wereld was dus eigenlijk verontzet. En als reactie, de aarde schudde daarvan als reactie. Same thing with the rebellion of Korach, Datan and Aviram. They are attempting to upset that order that was ordained by God, with Moses as God's prophet and Aaron as God's chosen priest. En hetzelfde gebeurt dus met Korach, Datan en Aviram. Is dat ze dus eigenlijk de orde van God aanvallen. En dat ze aanvallen dat Mozes een God gezonde leider was en dat Aaron de priester was, dat ze dat aanvallen, zelfde reactie. Besides the specific challenge to the priesthood of Aaron, and that, as we already discussed, is bringing incense that God had not commanded, as the 250 rebels did. That resulted in being burnt up. Besides that. En naast dat ze deden dus wat God niet had geboden om te doen. Dat ze dus dat reukwaar en reukoffer brachten. Daarnaast. The challenge to the whole order ordained by God is a challenge that elicits this response. That the order of the world again is overturned. The world shakes, the earth opens its mouth and swallows them. Ze dagen dus de hele orde die God heeft neergezet, dagen ze uit. En als reactie erop schudt de aarde en scheurt de aarde open en verzwelgt hem. So of course on that plane we understand the two challenges, the two responses of Moses. And the two punishments that make this message clear on both of these levels. En zo zien we dus de twee uitdagingen en de twee reacties van Mozes en de gevolgen daarvan. But you know, it should be clear to us, if this were all, would it really justify being included, certainly being included with so much detail
in the eternal word of God, in the Torah? Maar als dit alles was, zou er dan zoveel details bij horen in de Torah, in het woord van God? So far, this could strike us as maybe being of historical interest, but what message is in this for us? En tot dusver kunnen we dit dus beschouwen ook als een historisch feit, maar welke boodschap zit er ook in voor ons? And I think this entails revisiting all of the episodes we've just been discussing on a much deeper level that impacts upon us directly. En dat nodigt ons dus uit om nog een keer langs de versen te gaan die we net hebben besproken, maar dan op een dieper level, die dus ook eigenlijk voor ons van toepassing zijn, voor ons gelden. First we return to the story of Nadav and Abihu. Dus eerst gaan we terug naar het verhaal van Nadav en Abihu. We'll consider King Uzziah in a moment. En we gaan zo meteen nadenken over koning Uzziah. What both stories may have in common is the good intentions of the people who sinned. Maar beide verhalen hebben eigenlijk hetzelfde gemeen, is eigenlijk de goede bedoelingen van de mensen die zondigden. That Nadav and Abihu had good intentions, that they were in fact on a very high level, is, we discussed, expressed explicitly by Moses in the very next verse after their deaths, when Moses says to Aaron, "This is it that God spoke, saying, through them that are near unto me, I will be sanctified, and before all the people I will be glorified." Dus met de bedoelingen die de mensen hadden, legt Mozes uit direct na dat vers. Mozes zei tegen Aaron, dit bedoelde de Heer toen hij zei, voor degenen die in mijn nabijheid verkeren, toon ik mijn heiligheid. Het hele volk maak ik getuige van mijn majesteit. Meaning that not only were they near to God, they were the nearest. Nearer in some sense even than Moses and Aaron themselves. En dat betekende dus dat ze niet alleen maar dicht bij God waren, maar dat ze dus misschien wel het dichtst bij God waren. Soms dichter bij dan Moses en Aaron zelf. And Aaron held his peace because Aaron realized, like his brother Moses, that it was true. En Aaron zweeg, want hij wist, net zoals zijn broer Mozes, dat het waar was. And indeed, in Leviticus chapter 16, verse 1, when we read a kind of retrospective reference to the deaths of Aaron's sons, the Torah again stresses this point. When they drew near before God, they died. Ja, en in hoofdstuk 16 lezen we dus eigenlijk met terugkijkende blik op dezelfde gebeurtenis. En daar staat dus na de dood van de twee zonen van Aaron die stierven, toen ze in de nabijheid van de Heer kwamen. Obviously drawing near to God is not something geographical. It is coming near to that godly level that ultimately resulted in their deaths. Ja, en dus het toetreden naar de Heer is dus niet iets wat je op geografische manier doet, dus dichterbij komen, maar dit is dus echt dat je dus dichter naar God komt, zeg maar, op een andere manier, geestelijke manier, zeg maar. Although this approach is admittedly less explicit in the story of King Uzziah, I think it's implicit. Please, can you repeat that? Although this approach is less explicit in the story of King Uzziah, when we consider what we read in the second book of Chronicles, chapter 26, I think it is implicit that King Uzziah also had good intentions. Okay, het volgende gaan lezen is dat dus dit was dus minder impliciet, zeg maar. Dus het volgende wat we gaan lezen in Chronieken 2, dat het wat meer impliciet is.
wat we daar lezen. After all, recall we saw. He did what was upright in the eyes of God, according to all that his father Amatziah had done. And he set himself to seek God in the days of Zechariah, who had understanding in the vision of God. And as long as he sought God, God made him prosper. Yes, and as in the status, what he did was dus rechtvaardig in the ogen van the Heer. And he zette zich neer om God te zoeken in de tafel van Zechariah. Die dus de visioen van God begreep. En zolang hij dus ook naar God toe toetreden, God deed hem voorspoedig maken. So if you ask me then, why did he sin? I'll say, maybe because after having been blessed with such extraordinary prosperity and success, he was looking for some way to express his gratitude to God. And he wanted to express his gratitude in this manner. En als je dus vraagt waarom hij dus zondigde, zou je dus kunnen zeggen, omdat hij dus zoveel bijzondere dingen van God had gekregen, zeg maar, wou hij zijn dank betuigen. En ja, ging hij zijn dank betuigen op, ja, op zo'n manier. But of course that doesn't help, because he trespassed against God. Maar dat had niet geholpen, want hij, ja, hij maakte toch een overtreding tegen God. Just as Nadab en Abihu had good intentions, so too may King Uzziah have had good intentions. But God said, the kings don't bring incense upon the incense altar, only the priests. Net zoals Nadab en Abihu goede intenties hadden, zo had de koning ook waarschijnlijk goede intenties. Maar God zegt dat het brengen van reukoffer op het reukaltaar is niet voor de koningen, maar het is voor de priesters. And as we noted when we talked about Nadav and Abihu at greater length, recall the message of Dante in the Divine Comedy. The road to hell is paved with good intentions. En zoals we dus eerder ook zagen bij Nadav en Abihu, is zoals Dante zei, de weg naar de hel is gepleisterd met goede bedoelingen. Now again, I said we were going to talk about the three episodes we've been discussing. We've already mentioned Nadab and Abihu and King Uzziah. Of course, inevitably, we need to return to our passage, the rebellion of Korach. En we hebben dus verschillende passages nu behandeld. En nu gaan we dus terug naar onze eerste passage, de rebellie van Korach. What was the essence of their battle with Moses? As they express it, a battle. Waar ging het over? Wat was de essentie van de rebellie die zij voerden tegen Mozes? Waar ging het over? They make it very clear. They say, the assembly is all holy. God is with everyone. En zij maken ze best wel duidelijk. Ze zeggen, God is voor iedereen. And the implicit challenge then is, so we don't need you. We don't need leaders. Dus, maar daarnaast is dus de uitdaging, we hebben jullie niet nodig. We hebben geen leiders nodig. Now of course, in understanding the nature of this challenge, it's important for us to stress with respect to Moses' response. Moses is unequivocally the last one to be concerned about his own status as leader. Ja, en het is heel belangrijk om te kijken naar de reactie van Mozes. Want Mozes is eigenlijk helemaal niet, Mozes zelf is eigenlijk helemaal niet bezorgd over zijn status als leider van God. Leider gezonden door God. God says of him, in Numbers chapter 12, verse 3, the man Moses was very humble, more than all the men that were upon the face of the earth. Nu in de staat, dus nu was Moses een zeer bescheiden man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. And maybe more specifically in our context, recall in Numbers chapter 11,
the story of Eldad and Medad, who were prophesying in the camp, as we read it in verse 26. En als we dus ook in de context gaan bekijken, gaan lezen over de mannen Eldad en Medad, die dus de kamp hielden daar. And we read in verse 27, there ran a young man and told Moses and said, Eldad and Medad are prophesying in the camp. En een jonge man rende naar Mozes toe en zei, Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren. And Joshua, Moses' attendant and student, immediately responds, my lord Moses, shut them in. How dare they prophesy? You're the prophet. Zeg dat ze daarmee ophouden, zei Joshua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes rechterhand was geweest. And Moses' response in verse 29, are you zealous for my sake? Would that all God's people were prophets, that God would put his spirit upon them. En, maar Mozes zei, denk je soms dat je voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk, profiteerde iedereen maar. So clearly, Moses is not concerned about any kind of exclusivity that he wants to have. Ja, dus zoals we kunnen zien is dat Mozes maakt zich dus niet druk over ja, zijn exclusiviteit die hij dus heeft als leider. But furthermore, we're going to have to understand the story of this rebellion clearly on a deeper level, especially when we consider two additional parts of the narrative that we read in Numbers chapter 17. We willen toch graag het verhaal beter begrijpen, het verhaal van de rebellie. En daarvoor lezen we ook nog twee gedeeltes in Numeri hoofdstuk 17. At the beginning of the chapter, God gives Moses an extraordinary command. En aan het begin van het hoofdstuk geeft God Moses een bijzonder bevel. In verse 2, speak unto Eleazar, the son of Aaron, the priest, that he take up the firepans out of the burning and scatter the fire yonder, for they are become holy. Beveel Eleazar, de zoon van de priester Aaron, de vuurbakken uit de as te halen en gooi de gloeiende kolen eruit, ver weg, want ze zijn heilig. Now these are the firepans, as it becomes clear, of those 250 rebels who wanted to bring incense upon the incense altar and were consumed by a fire from God. Dit zijn dus ook de vuurpannen, zeg maar. Hetzelfde als van de 250 rebellen. Die werden verteerd door het vuur. And this makes verse 3 an astonishment. Even the firepans of these men who have sinned at the cost of their lives and let them be made beaten plates for covering of the altar, for they are become holy because they were offered before God. En in vers 3, de vuurbakken van de mannen die hun zonde met de dood hebben moeten bekopen, zijn de Heer aangeboden en daarom zijn ze heilig. And of course the obvious question here is, how have they become holy? They were instruments of sin. These men who sinned at the cost of their lives were engaging in a rebellion, in an affront to God. Why is what they used in their sin sanctified? En dus, hoe komt het dus dat die vuurpannen, die instrumenten die ze gebruikten terwijl ze zondigden, hoe komt het dat die heilig zijn geworden? Dus dat ze eigenlijk instrumenten van zonde waren, terwijl en dat de mensen zondigden, dat die instrumenten dan heilig worden. Hoe komt dat? That's the first passage that we're going to need to bear in mind. The second is in the continuation of the chapter, beginning in verse 16, when God speaks to Moses, saying, and he gives him an additional command that seems very strange, even anticlimactic. Dit was dus het eerste vers. Nu gaan we naar het tweede verhaal kijken. En het is een beetje een vreemd verhaal. Eigenlijk ook een soort anticlimax daarin. Now bear in mind, this is happening after
the earth swallowed Datan en Aviram and their households. Dit is dus gebeurd nadat de aarde Datan en Aviram heeft verzwolgen en hun hele huishouden. After the fire consumed, the 250 rebels were bringing incense upon the altar. En na dus dat de 250 mannen waren verteerd door het vuur. Indeed, after an additional plague as well. En ook nog na nog een andere plaag. And here we read in verse 17, speak unto the children of Israel, and take of them staffs, one for each father's house, of all their princes according to their father's houses. 12 staffs, you shall write every man's name upon his staff. De Heer zei tegen Mozes, vraag aan het hoofd van elk van de Israëlitische stammen om je een staf te geven. 12 staven bij elkaar. Voor elk stamhoofd moet er een staf zijn. Schrijf ieders naam op zijn staf. In verse 18, and you shall write Aaron's name upon the staff of Levi, for there shall be one staff for the head of their father's houses. Schrijf ieders naam op zijn staf. Op die van Levi moet je Aaron's naam schrijven. And these staffs are to be put in the tent meeting, and as we read in verse 20, it shall come to pass that the man whom I shall choose, his staff shall bud, and I will make to cease from me the murmurings of the children of Israel, which they murmur against you. Dus in vers 20, ze moeten die staven in de ontmoetingstent leggen. In vers 20, de staf van de man die ik uitkies zal gaan bloeien. And that's what happens. Skipping for purpose of brevity to verse 23, that when Moses came back into the tent of the testimony, behold, the staff of Aaron for the house of Levi was budded and put forth buds and bloomed blossoms and bore ripe almonds. We slaan even iets over, en toen hij de volgende dag de verbondstent binnenging, zag hij dat de staf van Aaron, de staf van de stam Levi, in bloei stond. Er waren knoppen op ontsproten en bloemen ontloken en de staf droeg rijpe amandelen. Of course, inevitably, the question we need to ask is, they already saw such wondrous miracles. This is going to make a difference? Ze hadden dus al veel wonderen gezien. En waarom maakt dit het verschil? Zou dit een verschil maken? I'm not minimizing the value, the importance of such a wonder that a dead stick blooms and bears fruit, but why is this so important here after the wonders they've already seen? En niet om af te doen aan het wonder van dat dus een staaf, een dode staaf, dus bloesem draagt en vruchten draagt. Maar wat is er zo bijzonder aan? So bearing in mind these two passages then, again, both the passage that issues the command for Elazar, Aaron's son, to gather these censers, these fire pans, in order to make a covering for the altar because they're holy, and this additional sign, both of these episodes indicate there's something taking place here that demands our attention. Ja, dus we moeten dus deze twee verhalen even in ons hoofd houden. En ja, dus allebei de verhalen zeggen ons dus dat er iets bijzonders gebeurt. And of course, inevitably the question is, what does it mean? En dus en de vraag is dus, wat betekent het? Now, with respect to that stress that we already noted in the rebels' language. After all, the entire congregation is holy and God is with everyone. Of course, inevitably, we need to appreciate it's true. Everyone is holy. Ja, en dus als we dus kijken ook naar het taalgebruik van de rebellen en wat ze zeggen, hè, dus dat eigenlijk God is met iedereen en dat iedereen dus heilig is. En dat is dus ook zo, hè? Dat is ook voor iedereen. So, maybe indeed, they're right. Ze hebben eigenlijk dus gelijk. I could indeed say, not only maybe are they right, but there's good indication
that indeed they are. Ja, dus ze zouden zeggen van ja, zou misschien niet zo zijn, maar dat is wel een goede indicatie dat ze dus wel daar ook echt gelijk aan hebben. We don't have time to go through all these passages. But the idea that everyone is holy, we encounter repeatedly in scripture. We hebben geen tijd om alle passages na te gaan, maar dat, het idee dat dus iedereen eigenlijk heilig is, komt heel veel voor in de Bijbel. Exodus chapter 22, you shall be holy men unto me. Exodus 22, jullie zullen heilig zijn voor mij. Leviticus chapter 19, verse 2, you shall be holy. In Leviticus 19, vers 2, jullie zullen heilig zijn. In Numbers chapter 15, verse 40, be holy unto your God. Numeri vers 40, sorry, I lost it. In Numbers chapter 15, in verse 40, be holy unto your God. Ja, in Numeri 15, vers 40, en jullie zijn heilig voor God. In Deuteronomy chapter 14, in both verse 2 and verse 21, you are a holy people, you are a holy people unto God your Lord. En in Deuteronomie is ook tweemaal, jullie zijn heilige mensen, heilig voor God. En again in Deuteronomy chapter 26, in verse 19, that you may be a holy people unto God. In verse 9 of chapter 28, again, God will establish you for a holy people. Repeatedly, this theme of holiness as applying to the whole people. En dus herhaaldelijk zien we dat het steeds terugkomt en dat het ook slaat op het hele volk. So of course, on that plane, claiming that everyone is holy seems to be very accurate, doesn't it? Dus, en dus de claim van de opstandelingen die ze maken, zouden ze toch wel gelijk aan hebben, zou het niet? Except what I just did is an excellent example of quoting things out of context in a manner that indeed misleads. Maar wat ik net deed was een heleboel verzen opnoemen, maar uit context halen. Wat dus naar ergens naartoe kan leiden. The meaning of all the verses that we just noted so briefly is not some privilege, some gift that you are considered to be holy. Dus de betekenis dus van de versen die we net allemaal snel hebben opgelazen, is dus niet een soort voorrecht of een soort gegeven. It is a challenge to make yourselves holy. Het is een uitdaging om dus ervoor te zorgen dat je heilig wordt. To make yourselves holy by what you do. Dat je heilig wordt door je acties. So in Exodus chapter 22, verse 30, you shall be holy unto me. Therefore you shall not eat any flesh torn of the beasts in the field. Don't eat like a dog. Ja, dus in Exodus hoofdstuk 22, dan staat hij, en jullie zullen heilig van mijn aangezicht zijn. Daarom zullen jullie geen vlees eten, omdat van de beesten is gescheurd. Jullie zullen dus niet als honden eten. In Leviticus chapter 19, verse 2, is a command to be holy that is followed by a long, long list of specific commandments that pertain to being holy. Ja, in de volgende vers staat dus, jullie zullen dus heilig zijn voor God. Maar daar volgt dus een lange lijst wat ze dus zouden doen in hun acties. And of course, in Numbers chapter 15, when we read about being holy unto God, it is in the context of a commandment as well. The commandment of putting fringes upon our garments, the commandment that we in the Hebrew call tzitzit, as means again to remember God's commandments and be holy to God. Dus, en ook in nummer 15 wordt het ook weer, is de context ook weer dus allerlei geboden, waaronder dus ook de pasjes aan de kleren die in het Hebreeuws de tzitzit heten. And so too in the other passages as well. We don't have time to discuss them in detail, but in each instance, it is indeed a summons, a challenge to be holy.
En ook in de andere passages is het dus ook steeds, we gaan het niet allemaal behandelen, maar wordt het steeds als een uitdaging gesteld om heilig te zijn. Maybe a combination in Deuteronomy chapter 28, that after stating in verse 1, if you shall hearken diligently unto the voice of God your Lord to observe to do all his commandments that I command you this day, then in verse 9, God will establish you for a holy people unto himself. Ja, in onze uitwerking, Deuteronomy 28, vers 1. Als u de Heer God gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal u hoog boven andere volken op aarde verheffen. En ook in vers 9, de Heer zal zijn plechtige belofte gestand doen en u tot een volk maken dat aan hem gewijd is. U leeft immers de geboden van de Heer en uw God en na en volgt de weg die hij wijst. And of course this makes all the difference. En dit is dus het verschil. Because if it were simply a promise to be holy, then you could say, well, we're all holy, what do we need leaders for? Ja, dus als het alleen een belofte zou zijn van jullie zijn heilig, dan zou je dus kunnen zeggen, we zijn heilig, dus waar hebben we leiders voor nodig? If it is summons, just the opposite. Maar als het tegenovergestelde is, hè, dus een uitdaging is. We need leaders because we need teachers to show us the way to getting to that holiness. Hebben we dus leiders nodig en onderwijzers nodig die ons dus de weg wijzen om daar te komen, om die manier van leven te doen. And this is indeed a recurrent theme with respect to just what the priests are supposed to be doing. En dit is een herhalend thema, dus wat eigenlijk de functie van de priesters is. They work in the Holy Temple approximately 2 weeks a year. What do they do the rest of the time? En ze werken in de tempel ongeveer 2 weken per jaar. Wat doen ze de rest van de tijd? As we read in Leviticus chapter 10, in verses 10 and 11, the role of the priest is that you may separate between the holy and the common, and between the defiled and the pure. En we lezen in Leviticus 10, jullie moeten onderscheid maken, kunnen maken tussen wat heilig is en wat niet, tussen wat rein is en wat onrein. Dus Israëlieten uitleg geven over alle bepalingen die de Heer bij monden van Mozes aan hen bekendgemaakt heeft. Okay, and you read verse 11 as well, which is exactly the point. Oh, I'm sorry. Yeah. That's exactly where we wanted to go. That is to teach. The role is to be the teachers. Ja, en in vers 11, dus ook die ik al vroeger ook had meegelezen, is dus daar gaat het ook juist om. Dus de rol van leraren, van onderwijzers. We see this also in Deuteronomy chapter 33 and Moses' final blessing to the tribe of Levi, and it becomes clear he speaks in verse 10, especially to the priests. En ook zien we dat in Deuteronomium hoofdstuk 33, in de laatste verse, vers 10, dus de laatste zegen over het volk Israël. In verse 10, they shall teach Jacob your ordinances, your laws, and Israel your Torah. Dus in vers 10, laat hen uw regels onderwijzen aan Jacob en uw voorschriften doorgeven aan Israël. And this again, while the continuation of the verse speaks of putting incense before God, in other words, the work of the priests in the temple, the first focus is upon the teaching. Ja, en laat uw voorschriften doorgeven, laat uw geurige gaven u behagen, laat een brandoffer brengen, maar het begint dus met het voorleven, met het onderwijzen. Daar ligt de focus. We see this also in the words of the prophets in Ezekiel chapter 44, which, as we read in verse 15, specifically addresses itself to the priests, the Levites. En we lezen dus ook in Ezekiel hoofdstuk 44, vers 15. Mm.
Again, chapter 44, verse 15 says it's addressed to the priests. And in verses 23 and 24, we see the emphasis again upon teaching and the leadership. Yeah, they shall teach my people the difference between the holy and the common and cause them to discern between the defiled and the pure. Ja, het is dus geadresseerd aan de priesters. En in het tweede gedeelte wordt het dus ook uitgelegd hoe ze dat moeten doen. And finally, in the last of the prophets, in the prophecy of Malachi, chapter 2, which is from the outset, specifically a commandment to the priests. En ook in de Malachi. This point. Ook in Malachi, de laatste profeet, ook weer specifiek is het voor de priesters, om hen uit te leggen wat ze moeten doen. In verse 5, my covenant was with him of life and peace, and I gave them to him, and of fear, and he feared me, and because of my name, he was overawed. En mijn verbond was met hem. Over leven en vrede. En dat gaf hij aan hem om ontzag te hebben voor mij. En om bang te zijn om ontzag te hebben voor mijn naam. Verse 6. The Torah of truth, the teaching of truth was in his mouth. And unrighteousness was not found in his lips. He walked with me in peace and uprightness. And did turn many away from iniquity. En de Torah, dus het onderwijs, was in zijn mond. En onrechtvaardigheid was er niet verbonden in zijn lippen. En hij wandelde met mij in vrede en in gerechtigheid. En hij deed vele afkeren van de zonde. In verse 7, for the priests' lips keep knowledge, and they seek Torah, teaching, at his mouth. For he is the messenger, perhaps we could say the angel, of the God of hosts. En de priesters moeten dus het onderwijs onderwijzen en de Torah zoeken. En dat is in zijn mond, want hij is de boodschapper van de Heer. Dus als het bijna de engel van de Heer, als het ware. So if we want to be holy, if we want to be able to heed the charge to be holy, we need the teachers. Dus als je een heilig volk wil zijn, of als je heilig wil zijn, dan heb je dus de onderwijzers nodig. To what goal? To what end? En met welk doel? Tot welk einde? As we read in the prophecy of Joel in chapter 3, in verses 1 and 2, that when we get to that goal, God says, I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. Everyone will receive God's spirit. En in Joel 3 lezen we dus dat hij zijn geest zal uitstorten over iedereen, over al het vlees, en zonen en dochters zullen profiteren. En de oude mannen zullen dromen en de jonge mannen zullen visioenen zien. En ook over de dienaars en de, zal hij, over iedereen zal hij zijn geest uitstorten. In other words, we're reading here of the fulfillment of Moses' dream, his prayer. Would that all of God's people were prophets, that God would put his spirit upon them. We lezen hier dus over Mozes' droom. Dat waar staat in Numeri dat alle mensen, de mensen van God profeten zijn. En dat de geest over hen allemaal is. The ultimate goal of a faithful teacher is to become superfluous. Het dus ultieme doel van de onderwijzer is dat, can you please repeat the last word? I didn't understand it. Unnecessary, superfluous. Okay, dat het dus eigenlijk overbodig wordt. That is, as we read in Jeremiah chapter 31, with respect to the covenant that God makes with the house of Israel after those days, I will put my Torah in their midst, and in their heart will I write it. And I will be their God, and they will be my people.
Zoals we lezen in Jeremia, dan zegt hij zal zijn onderwijs, zijn Torah in hun hart leggen. En zij zullen mijn volk zijn. En God zal hun God zijn. En vers 33. They shall teach no more every man his neighbor and every man his brother saying, know God. For they shall all know me, from the least of them unto the greatest of them. En men hoeft elkaar niet meer te onderwijzen. Dus een ander hoeft de buurman niet meer te onderwijzen. Want iedereen zal God kennen. Zelfs van de kleinste tot aan de grootste. So this is the goal. This is the fulfillment. The aim of holiness. Dus, en dit is het doel. Dit is waar we willen bereiken met heiligheid. Obviously. We aren't there yet. Duidelijk, we zijn er dus. We zijn er nog niet. And it's on that note that we return to what we already noted. In particular, those two additional dimensions that we saw in Numbers chapter 17. En daarmee gaan we terug wat we net ook hadden gezien. En bijzonder die twee dingetjes die we hadden gelezen in Numeri 17. On the one hand, the censers, the firepans of those 250 men did become holy. Because in their genuine striving for holiness, the firepans were sanctified. En de vuurpannen, die werden eigenlijk geheiligd door hun streven naar heiligheid. They died because, again, they rebelled against God's command. But the intention is still of significance. En ze stierven omdat ze zondigden tegen God. Maar hun bedoelingen zijn wel belangrijk. And in addition, recall that anticlimactic final miracle of the staff of Aaron blossoming and bearing fruit. En dus herinner nog aan de zilveren staaf die ging bloeien, de staaf van Aaron. You know, afterward, in chapter 17, verse 27, we read of the people of Israel who were complaining before, coming to Moses saying, behold, we perish, we are lost, we are all lost. And in the now, vers 27, lezen we, de Israëlieten zeiden tegen Mozes, we komen om, het is met ons gedaan. Het is met ons allemaal gedaan. And we sense the genuine regret, the genuine remorse that they express here. But again we ask, why here? The miracles that they saw before, the earth swallowing up people, the fire coming down from heaven and consuming them, that wasn't enough? What's so special about the staff blossoming and bearing fruit? En we lezen hier dat hun neerslachtigheid, zeg maar, dat die dus oprecht is. En dan zou je dus denken, hoe kan het dan? Na alle grote wonderen die ze hebben gezien, met de aarde die opengescheurde. Dus de staaf die ging bloesemen, die dus vrucht ging dragen. But consider what bearing fruit means here. En we gaan over nadenken wat het teruggedragen, wat het betekent. Hier. A dead stick with God's command inside the sanctuary, inside the tabernacle, is restored to life. It blossoms and bears fruit. Een dode staaf, als het ware, die dus met Gods command, dus waar God tegen praat, dat die dus tot leven komt en vrucht gaat dragen binnen het heiligdom. It's all about being connected to the divine source. En daar gaat het dus om verbonden te zijn met de bron, met de heilige bron. Until now, perhaps the people of Israel, after having seen the devastating miracles that destroyed all the rebels, might have thought, okay, well, we better submit. We've been bludgeoned into submission
But it's only because of God's punishment that we have to do what we have to do. En ja, dus met alle vernietigende wonderen die ze hadden gezien, zouden ze denken van, we zullen ons maar neerleggen erbij vanwege al het geweld wat ons anders overkomt. Now they realize it's for their own good. Maar nu realiseren ze zich dat het voor hun eigen bestwil is. It's not for the sake of Moses and Aaron. It certainly is not for the sake of God. Het is niet voor Mozes en Aaron en ook niet voor God, zodat God er beter van wordt. But in order for everyone to connect with that core, that spiritual heart. Maar voor iedereen, zodat iedereen zich gaat verbinden met het spirituele hart, zeg maar, met de kern waar het om gaat. So they realize their lives, their vitality depends upon these leaders, Moses and Aaron, and the system that God has established. Ze realiseren zich dus dat hun vitaliteit afhangt van de leiders, van Moses en Aaron. Everyone has a role to play, but as part of this greater whole. Dus iedereen heeft zijn functie, zijn rol om te doen. En het hoort dus bij het grotere geheel. Now, at this point, it might appear that we're focusing especially on the vitality within the nation of Israel. Because, of course, these verses are all speaking specifically about the nation of Israel. En nu lijkt het erop, op dit moment, dat we dus lezen over de vitaliteit van de natie van Israël. En... Ja, we zien hier dat het ook gaat om Israël. Which is why before we end, I feel compelled to emphasize it's not just about Israel. En ik wil toch graag benadrukken dat het niet alleen om Israël gaat. Speaking about becoming holy, when Israel stands at Mount Sinai in Exodus chapter 19, in verses 5 and 6, God gives them their mission. Now therefore, if you will hearken unto my voice indeed and keep my covenant, then you shall be my own treasure, my specially designated property from among all peoples, for all the earth is mine. For all the earth is mine, and I have a mission for you on behalf of the whole earth that is mine. And that mission is, in verse 6, you shall be unto me a kingdom of priests and a holy nation. In Exodus 19, vers 5, waar Israël dus staat, aan de voet van de Sinaï, lezen we, als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. En dit is dus voor de hele aarde, bedoeld, een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. Breng deze woorden over aan de Israëlieten. Now of course, to be a kingdom of priests means, well, we already saw it, means to be a priest, to be a teacher. En dus een koninkrijk van priesters is dus, en de functie van priester hadden we net al gelezen, is dus om een onderwijzer te zijn. We see the same idea expressed in Isaiah chapter 61, verse 6. This, the prophet's vision of the perfected world of the future. When you shall be named the priests of God, men shall call you ministers of our Lord. That is, the whole world comes to that realization. Because everyone, after all, is called upon to be holy. And everyone then needs the teachers to reach that goal. En zo lezen we ook in Jesaja 61 vers 6. En jullie worden priesters van de Heer genoemd. Dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te goeden en rijkdom door vreemde volken begaan. En het gaat hier dus om dat het voor de hele aarde bedoeld is om onderwijzers te zijn. But I need to extend this one step further. And that is the realization that emerges from the final chapter of Isaiah,
from chapter 66, when the prophet speaks of the homecoming, the ultimate homecoming of all the nations. En ik wil er nog iets verder uitdiepen. In het laatste hoofdstuk van Jesaja 66, vers 20, waar het gaat over het thuisbrengen van alles, van de mensen. In verse 20, they, those nations, will bring all your brethren, all Israel, out of all the nations for an offering unto God, upon horses and chariots and litters and upon mules, with joyous songs to my holy mountain, Jerusalem, says God, as the children of Israel bring their offering in a pure vessel into the house of God. Uit alle volken zullen zij jullie ballingen terugbrengen, zegt de Heer, met paardenwagens, met overhuidde wagens op muildieren, kamelen, naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem. Als een offer voor de Heer, net zoals de Israëlieten in hun offers wijn, vaatwerk naar de tempel van de Heer brengen. And verse 21, and of them also will I take for the priests and for the Levites, says God. Zelfs zal ik sommige van hen aanstellen als priester of leviet, zegt de Heer. Of them also, seems to mean, not only of them who are being brought, but also of them who are bringing, from all the nations. Ja, dus dat lijkt dus te slaan op ook de mensen die dus worden ingebracht. Vanuit alle naties. We all have a crucial role to play in advancing the world toward this glorious goal of holiness, this glorious goal of godliness. En wij hebben dus allemaal onze rol om deze wereld verder te brengen naar het doel van heiligheid en ja, van vrede en glorie, zeg maar. And so on this note, returning to where we began, which of course we always do when we finish. En dus gaan we weer terug naar het einde, zoals we dat altijd doen. Again, Korach, Datan, Aviram, their assembly were swallowed up, buried in the ground. En dus Korach, Datan en Aviram werden dus bezwolgen in de grond. They did have a message, not good deed, but good intention. Everyone is holy. En zij hadden dus wel een boodschap en de goede bedoelingen en de boodschap van iedereen is heilig. That is a message that will ultimately be heard, but we're not there yet. En dat is een boodschap die dus uiteindelijk gehoord zal worden, maar we zijn er nog niet. It has potential, but it's not yet actual. Het heeft wel de potentie, maar het is nog niet actueel. Like a seed, which is all potential. Net zoals een zaadje die dus alle potentie heeft. So what do you do when you have a seed? En wat doe je als je een zaadje hebt? You put it in the ground until time and circumstance make it ready to grow, to sprout. Je stopt het zaadje in de grond en als dus de tijd en de omstandigheden juist zijn, dan ontspringt het zaadje en komt er spruit. Ultimately, as we read in Psalm 85, verse 12, truth sprouts out, it springs out of the earth. Dus uiteindelijk zal de waarheid uitkomen vanuit de aarde. That premature truth of Korach and his rebellion needs to be sown in the ground, buried there, so that ultimately, when the world is ready, it will sprout. Dus de premature waarheid van de Korach en die is dus gezaaid en als dus alle omstandigheden juist zijn, alle omstandigheden goed zijn, dan komt het uit naar buiten. When we reach that final destiny, as we read in Isaiah chapter 11, verses 9 and 10, they shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. For the earth
shall be full of the knowledge of God, as the waters cover the seabed. Als we zo ver zijn, dan, en we lezen dan in Jesaja hoofdstuk 11, vanaf vers 9, 10. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op mijn heilige berg, want de kennis van de Heer vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. And it shall come to pass in that day, that the root of Jesse, that stands for an ensign of the peoples, unto him shall the nations seek, and his resting place shall be glorious. Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn. For now, becoming a holy people remains a challenge. Voor nu is dus om een heilig volk te worden nog steeds een uitdaging. But that is our mission. To be able to bring that holiness and that godliness into our lives. Maar dat is onze missie, om dus die heiligheid en de goddelijkheid, om dat in ons leven te brengen. In short, to live up to the challenge of Korach and his rebellion. En om op te leven tegen de uitdaging van Korach en zijn rebellie. By doing so, we chart our course truly to connecting with God and bringing God into our lives in this world. En ja, door zo te doen zoeken wij dus echte connectie met God en om dat in ons leven tot uitwerking te brengen. That remains the mission for all of us. Dat is voor nu de missie voor ons allen. May we take the challenge of the rebellion as our summons in coming to God. En mogen wij dus die uitdaging van die rebellie ook tot ons nemen om te groeien. God bless you. God zegen.